Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe inpakvideo. Dit keer gaan we inpakken voor een weekendje Ierland. En ik neem mee mijn zoet-zoet koffertje van 55 centimeter. Deze mag als handbagage en we nemen ook alleen maar handbagage mee, want het is maar een weekend. Dus ik ga eerst beginnen met deze kant en hierin neem ik mijn kleding mee. In deze packing cube van Amazon heb ik alvast wat ondergoed en pyjama gedaan. Dus die leg ik hier vast onderin. Dan neem ik mee zo'n soort kunstleren legging met een lekker warme voering. Het is in Ierland altijd net wat frisser dan in Nederland. Voor de tweede dag neem ik mee, het is eigenlijk een sportlegging van Victoria's Secret. Maar hij is gewoon helemaal even zwart. En die zit gewoon super lekker. Dus die neem ik mee voor de zondag. Dan neem ik deze Reinders trui mee. Dit is echt gewoon zo'n lekkere oversized trui. Die draag ik op die kunstleren legging. Dus die gaat hier ook bij. Dan heb ik twee hemdjes. Die kan ik hier mooi aan de zijkant een beetje tussen proppen. Zo. Dan neem ik mijn sokken mee. Eentje voor in de avond. En twee gewone. Die kunnen hier ook nog tussen. Zo. En dan heb ik nog twee t-shirtjes. Gewoon van die basic shirtjes. Om onder een trui te doen. Dan is deze kant klaar. Dit is mijn outfit die ik aantrek op de hengereis. Een roze trui van de Hollister, zwarte legging en mijn zwart-gouden puma's. Deze zijn ook met lekker van die zachte voering aan de binnenkant. Heerlijk voor een beetje wat koudere dagen. En deze trui ga ik ook weer op de terugweg aandoen, want als we heen gaan, dan gaan we pas eind van de middag. Dus dan trek ik hem dan pas aan en dan kan ik hem prima zondag nog een keertje aan. Anders is er geen ruimte in de koffer, want zo'n dikke trui neemt zoveel plek in. Dan gaan we nu verder met de make-up. Als eerste neem ik mee de Catrice All Matte, matte poeder. Dan heb ik van Guerlain een bronzingpoeder. Charlotte Tilbury Blush, dit is de Pillow Talk. Dan heb ik van Chanel een hele mooie highlighter. Daar zit ook al een mooi kwastje bij. Dan heb ik de Yves Saint Laurent Touche Eclat. Dat gebruik ik meer voor onder mijn ogen. En hier heb ik van MAC de Pro Longwear Concealer. Dat is een concealer voor gewoon kleine vlekjes en zo wegwerken. Dan heb ik hier een Urban Decay Eyeshadow Primer. Van Catrice een eyeliner. Van Kiko een soort lichtroze, beetje glitterachtige oogschaduw. Een mascara van Lash Paradise en dan in de waterproef. En dan voor de wenkbrauwen mijn Anastasia wenkbrauwpoeder. En van Benefit de Browsetter Gel. Dat is zo'n doorzichtige gel die je wenkbrauwen heel de dag goed in model houdt. En dan natuurlijk nog mijn kwasten. Ik heb een poederbrush. Voor mijn bronzingpoeder gebruik ik deze roze kwast. Deze is voor mijn blusher. Dan heb ik een kwastje voor mijn wenkbrauwpoeder. En een borsteltje voor mijn wenkbrauwen. En dit alles gaat in dit tasje van de AliExpress. En mijn make-up neem ik mee in dit leuke Victoria's Secret tasje. Verder met de andere kant van de koffer. Zo. En hierin neem ik mee deze badstof slofjes. Die had ik nog van in een hotel een keer. Meestal neem ik mijn slippers mee, maar die zijn zo zwaar en groot.
Wat ik altijd fijn vind om mee te nemen is mijn eigen haarhanddoek. Deze is van de IKEA. Zo. Dan neem ik mee mijn waszakken van de Action. Ik heb er 2. Die zijn ideaal voor je vuile was. Stel dat je nog schone dingen over hebt, dan hou je het mooi gescheiden. Wat ik ook altijd meeneem is mijn spiegel. Makkelijk als je weinig licht hebt in de badkamer of wat dan ook. Dan heb ik dit mapje van de Primark. Hier zitten wat tampons, inlegkruids en dat soort dingen in voor noodgevallen. Dat neem ik eigenlijk ook altijd mee. Dan heb ik hier in een zakje van Sostrenne Grenne heb ik een verlengsnoer. Aangezien je natuurlijk met rijstekkers werkt in Ierland, doe je 1 stekker erin. En dan doe je er een verlengsnoer aan vast, dan kun je gelijk 3 verschillende dingen opladen. Dus dat is ideaal. Dan heb ik dit reismapje met allerlei medicijnen. Neusspray, thermometer, wondzalf, ibuprofen, paracetamol, allergietabletjes, van alles en nog wat. Pleisters, altijd handig om mee te hebben. Je hebt het 9 van de 10 keer niet nodig, maar als je het niet meeneemt zal je net zien dat je het wel nodig hebt. Dus dat neem ik ook altijd mee. Wat verder ook een ding is voor mij, waar ik eigenlijk nooit zonder kan, zelfs voor 1 nachtje niet. Dat is mijn digitale wekker. Die heb ik even in dit zakje van Away gedaan. Zo blijft hij netjes. Kan hij makkelijk in mijn koffertje. Wat ik ook meeneem. Het liefst neem ik mijn eigen kussen mee. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet zo makkelijk in het vliegtuig. Maar ik neem nu gewoon een effen roze kussensloop mee. Dan doe ik die gewoon om het hotel kussen. En dan heb ik toch het gevoel dat hij voor mezelf is. Vind ik toch lekkerder. Dan mijn mapje met kwasten. Ik kan daar bovenop. Dan heb ik van de doeklas dit kleine tasje. Daar zitten watjes en wattenstaafjes in. Dus dat is wel genoeg. Want we gaan maar een weekendje. Dus ik hoef niet zo'n groot pak mee te nemen. Dan heb ik hier nog een soort opvouwbaar tasje. Daar kan je best een grote tas van maken en die is ook waterbestendig. Dus ja, aangezien het nogal veel regent in Ierland, dacht ik laat ik hem in mijn koffertje doen. Ik heb toch nog ruimte genoeg. En wie weet komt het van pas. Dan natuurlijk mijn make-up tasje. Die kan hier mooi onderin. En als laatste heb ik nog dit tasje met al mijn toiletspullen erin. Een beetje hier. Dus het hoekje. En die hier. Maar hij zit niet heel erg vol. Er is nog wel een klein beetje ruimte mocht ik nog iets willen kopen. En anders heb ik vast in mijn handbagage nog wel plek. Want die zal ook niet helemaal vol zitten. Zo, dit koffertje is klaar. Verder met de huidverzorging. Ik heb alle grote verpakkingen even achtergezet en daarvoor de reisverpakkingen. En dan begin ik dus met mijn Chanel Eye Makeup Remover. Dan de La Mousse, dat is een reiniging, een soort schuim, je gezicht schoon te maken. Dan lotion van Chanel. Dan heb ik van Novexpert Booster Serum. Die heb ik dus in kleine zakjes bij de parfumerie gevraagd. Dan gaan we verder met de La Roche-Posay Rosaliac, dat is mijn dagcreme. Daarnaast de Rituals SPF 30, een bescherming, gebruik ik het hele jaar door. Dan de Clinique de Pepstart oogcreme. En van Clinique de Moisturizer oogcreme. En dat heb ik dus allemaal ook in kleine verpakkingen. Dat heb ik langzaamaan bij elkaar gespaard. Dus dat gaat allemaal in de liquids bag. Wat er verder nog in het tasje gaat met de liquids, de vloeibare dingen, dat is een desinfectie antibacteriële spray. Een handzeeppompje. Van Rituals een shower foam.
in de Karma, van de Karma serie. Dan heb ik van BioSilk een kleine conditioner. Dan heb ik hier van Sios. Dat is dus mijn grote haarlak, maar die heb ik dus ook in het klein gekocht bij het Kruidvat. Dus de kleine gaat mee in reisformaat. Dan heb ik hier mijn tandpasta, de Parodontax. Van de kapper gebruik ik altijd deze Ivy Styling Fiber, een soort wax voor mijn haar. Maar die heb ik dus in dit kleine potje gedaan. Het is een heel handig potje, want die kun je met één hand openen. En daar zit dus mijn wax in. Dus deze grote kan weg. Dan heb ik drie geurtjes. Eentje van Louis Vuitton. Eentje van Gucci Flora. En de Kenzo Jungle zit in dit roze flesje. Allemaal reisverpakkingen. En dan heb ik hier in deze reisverpakking zit mijn handcreme van Rituals. En al deze vloeibare dingen neem ik mee in dit Lily England tasje. En die heeft dus twee kanten. Je hebt aan deze kant een vak. En aan de andere kant ook. Eén ondiepe en één diepere. En dus ook twee ritsen. Ik zal het linkje van dit tasje, deze heb ik bij Amazon besteld. Ik zal het linkje even in de beschrijving zetten voor jullie. Laders. Als eerste de lader van mijn camera, een Canon G7X Mark II. Dan heb ik gewoon een extra snoertje, kan ik voor van alles gebruiken. Dit snoertje gebruik ik voor mijn powerbank. Dit is de powerbank van de Primark, is echt een aanrader, die doet het super goed. Laat ook heel snel op en je kunt er een paar keer je telefoon mee opladen voordat hij leeg is. Dan hebben we hier een reisstekker, want in Ierland hebben ze geen gewone stekker. Dan mijn lader van mijn iPad, lader van mijn Apple Watch, mijn iPhone en deze stekkers van IKEA. Die heeft drie van de USB ingangen, dus dat is ideaal. Hoef je maar één stekker in je reisstekker te doen, dan kun je gelijk drie dingen tegelijkertijd opladen. En dan heb ik hier nog extra SD kaartjes en die doe ik in dit tasje, zodat ze niet kwijtraken. En al deze laders gaan in de Creative Lab Amsterdam tas. Dan gaan we verder met de tas die ik meeneem in het vliegtuig. Ik weet niet zeker of ik een koffertje bij me mag houden, maar deze tas in ieder geval wel. En dit is de small size. Je hebt ook een mini, die heb ik in het zwart. Maar de small size is net wat groter en er zit binnenin ook nog een vak met een rits. Daar kan je eventueel nog dingen in opbergen, dus dat is ook altijd handig. En twee van dit soort vakjes, van die steekvakjes. Maar in eerste instantie heb ik niet zo heel veel wat hierin gaat. Ik neem in ieder geval dat tasje mee van Creative Lab Amsterdam met al mijn opladers en zo erin. Die wil ik graag bij me houden. Sowieso, je powerbank mag ook echt alleen maar in de tas in het vliegtuig. En dan mijn Lily England tasje. Die hebben jullie gezien dat ik die in ging pakken. Met al mijn liquids, vloeibare items. Die zit ik zo rechtop. En wat ik verder nog meeneem, want we gaan naar Ierland en daar regent het altijd. Dat is mijn regenjas. Dit is de regenjas van Only. Zo'n lichtroze regenjas. En ik had bedacht dat ik die even in dit tasje kon doen. Dit is van de Primark. En volgens mij past die daar netjes in. Zo,
regio zit erin. En zo blijft hij toch net wat compacter dan dat ik hem gewoon zonder hoesje erin doe. En deze kan hier zo tussen. Deze tas heeft een rits, dus die kan zo dicht. En die kan zo bovenop mijn handbagagekoffertje. Dus dan is deze tas klaar. Dan neem ik dit tasje nog mee van Coach. Die neem ik mee gewoon als handtasje. En mochten ze daar moeilijk over gaan doen, dan kan ik die er nog wel bij proppen in die Marc Jacobs tas. Daar is nog wel ruimte voor. En die neem ik als eerste van die hygiënische doekjes in mee. Die heb ik altijd bij me. Die gaan erin. Dan natuurlijk voor in het vliegtuig en openbaar vervoer en alles een mondkapje. Dan dit tasje. Hierin zitten lippenbalsem, medicijnen, paracetamol, nagelvel, tandenstokers, pleisters, van alles. Spiegeltje. Gewoon echt zo'n tasje waar van alles nog wat in zit. Die kan ik er zo in zetten. Een doosje smintjes gaat erin. Dan mijn Louis Vuitton cardholder. Er zitten allemaal pasjes in, mijn ID en alles. En dan heb ik nog deze. Dit is een klein portemonneetje van Louis Vuitton met wat geld, klein geld en nog wat extra pasjes. Dus die gaat er ook bij. Dan heb ik mijn C-band. Ik weet niet of jullie deze kennen, maar dit is tegen reisziekte, luchtwagen, zeeziekte. Nou, ik heb overal last van. Als ik deze omdoe met vliegen, er zitten van die witte puntjes, dat zijn een soort drukpunten die op je pols drukken en daardoor word je minder misselijk. En voor mij werkt dit perfect, dus die neem ik zeker mee in het vliegtuig. En dan natuurlijk mijn iPhone. Ik zal deze even zo, die kan hier nog achter. Als ik de smintjes dan hier doe, dan heb ik eigenlijk hier nog wat plek over, hier vooraan. Daar kan dan mijn camera nog in. Want ik wil natuurlijk wel gaan filmen. En zo past het er allemaal in. Is deze ook klaar om te gaan. Dan is alles klaar. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Bye bye.